Hey, wat superleuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag heb ik een Depop Thrift try-on haul voor jullie. Heel erg veel zin in. Alle pakketjes liggen daar en ik ga ze samen met jullie passen. Deze video is in samenwerking met Depop. Laten we beginnen. Op Depop kunnen mensen tweedehands items verkopen. Echt heel erg leuk. Dit is de Explore page. Dingen die ik waarschijnlijk heel erg leuk vind. Of nieuwe items. En als je dan naar de zoekding gaat, dan zie je allerlei verschillende soorten categorieën. Ik vind het echt heel erg overzichtelijk. En als je erop klikt, dan zie je dus alle items die worden aangeboden. Zowel in Nederland als wereldwijd. En dit kan je dus ook helemaal filteren. Je kan dus zelf ook items erop zetten. Zoals je kan zien zijn er ook nog andere items. Zoals boeken, films, beauty gerelateerde dingen. Het is heel erg breed en dus niet alleen voor kleding. En ik heb zelf ook een account op Depop. Het is echt al een tijdje geleden dat ik deze heb gebruikt. Maar er komen snel nieuwe items op. Ik vind het een hele fijne app. Hier kan je bijvoorbeeld items die je leuk vindt, die je op de Explore page hebt gezien of waar dan ook, saven. En als je dus mensen volgt, dan krijg je dus een feed hier zo. Laten we nu alle items die ik heb geshopt op Depop passen. En ik laat ook tegelijkertijd zien hoe ik het ga stylen. Ik heb zelf nog niks gepast, dus dit wordt ook een first impressions video. Ik heb deze items als set gekocht. Het was 20 euro bij elkaar. Helemaal mijn kleuren, ook een beetje wat ik nu aan heb. Allereerst dit super cute rokje. En ik vind het leuk dat er aan de zijkant hier zo'n soort van kleine split is. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze gaat staan. En daarop had ze dit truitje gedaan. Deze is van TomTom Fashion. Geen idee. En deze is van Pull&Bear. Het is een beetje een beige slash crème-achtige kleur. De stof voelt echt super zacht aan. Oeh, perfect. Wat leuk. Ik ga het even laten zien. Je doet het dus als broekje aan. Super chill. Ik vind het sowieso echt leuk dat ze dit als setje heeft aangeboden. Je girl heeft fashion style. Ik ben sowieso in love met de kleurencombinatie. Het zit heel erg comfortabel. Voornamelijk door het broekje. En het rokje past ook echt perfect. Ik zie wel licht dat broekje er doorheen. Dat is dan wel weer minder. Maar echt een super cute setje. Het is een beetje een crop top. Echt gewoon perfect eigenlijk. De mouwen perfect. Het was trouwens een S. En dan het rokje vind ik ook super cute. En dan ook met die Dr. Martens eronder. Als je me al langer volgt, dan weet je dat ik het heel erg fijn vind om girly items te dragen. Maar dan wel met een beetje een stoere touch, zoals met die Dr. Martens. Dit waren de eerste twee items. I love it. En ik ben heel benieuwd naar de rest. Oh, ik wil het gewoon aanhouden. Het is toch altijd spannend als je van zo'n tweedehands app koopt. Want je ziet natuurlijk foto's hoe het bij diegene staat, maar ieder persoon is natuurlijk anders. Dus toch altijd, hè, risicootje. Heel blij mee. Dus dit was 20 euro. I love it. Ik wilde ook nog laten zien hoe ik het zou stylen. Nou, ik zou het eigenlijk dus precies zo stylen met dit. En dan zou ik nog een wacht. Even kijken. Om het wat chiquer te maken, zou ik er zo'n oversized colbert over doen. Ook echt heel erg nice. Maar ik denk eerlijk gezegd dat ik het sneller zou stylen met zo'n oversized coat. So cute. Dit zijn gewoon echt mijn kleuren. En het leuke van deze items is dat je het apart ook nog heel leuk kan stylen. Oké, het volgende item is deze Spencer. En ook deze heeft echt zo'n ontzettende zachte stof. Echt, als je het kon voelen, dit is soft. En ook weer deze kleur. Super mooi. Het is een beetje dezelfde kleur als het rokje. Oh, zou het hier ook leuk op staan? Wacht. Joejoe. Dit is de Spencer. Ik hou zelf echt ontzettend van de Spencer trend. Ik had hem misschien iets groter moeten nemen. Dat hij nog wat oversized valt. En ik denk dat ik hem niet zo snel op dit rokje zou combineren. Hij was 19 pond. Ik denk dat ik deze heel vaak aan ga doen. Het volgende item. Deze is van het merk And Other Stories. Ik hou echt van dit merk. Ik vind het altijd heel erg prijzig. Deze was 15 euro. Het is echt
ook een hele mooie kwaliteit. Echt zo, een beetje zo'n teddy stof. Cute! Ja, heel leuk. Ik vind ook echt de details van dit truitje echt heel erg leuk. Dat het mouwtje zeg maar een beetje zo een pofmouwtje is. Hij moet wel een beetje gestreken worden, zoals je kan zien. Tot nu toe ben ik heel erg blij met alle items. We gaan door. Ik heb volgens mij nog één jurkje besteld. Dus nu ik toch nog panties aan heb, ga ik die gelijk passen. Ik wilde dus al heel lang een blazer dress. Ik ben zo ontzettend benieuwd hoe deze staat. Ik weet het echt niet. En ik denk, misschien moet ik wel iets eronder doen. Maar, oké, ik ben benieuwd. Laten we deze dan passen. Oh, dat is wel heftig. Ik moet het echt vasthouden, want anders zie je gewoon echt mijn BH. Ik wist niet dat er zulke erge pofschouders zaten. Ik weet niet wat ik hiervan moet vinden. Hij past verder wel. Alleen die schouders. Wat vinden we van de schouders? Laat het weten in de reacties. Ik voel me een beetje zo Cruella de Vil, weet je wel. Van de Dalmatiërs. Het is ook wel weer fashion. Maar ik vind het net te hoekig, zeg maar. Het is net te puntig of zo. Waardoor het een beetje gek lijkt, denk ik. Ik hou ontzettend van die waist die je echt super mooi ziet. Misschien is het gewoon iets waar ik aan moet wennen. Misschien. Zoals je kan zien past ze ook echt perfect qua armlengte. Dat is toch ook altijd wel een risico, vooral bij Zara. Ik heb echt al zo lang niet bij Zara geshopt. En ik zou ook gewoon een poltrui hieronder kunnen doen. Dat ik in ieder geval niet steeds dit een beetje moet vasthouden. Wat vinden we hiervan? Ik weet het niet. Ik weet het nog steeds niet. Ik zou het niet dagelijks aandoen ofzo. Dit is wel echt voor een gelegenheid. En dat komt echt door die pofschouders. Ik heb deze voor 30 euro gekocht. Hoe langer ik er naar kijk, hoe leuker ik het vind. Ik zou het wel echt aandoen bijvoorbeeld naar een pers-event of zo. Ik vind het gewoon jammer dat ze zo puntig zijn. We gaan door. En ik moest hier zo hard om lachen. Ik had namelijk een Silk Feel Mini Shoulder Bag gekocht. Ik wist niet dat die zo klein was. En nu we toch in de chique sfeer zitten. Dit is hem. Hij is zo klein. Dit is mijn iPhone 11. Hij past erin. Ik vind het wel iets hebben. Ik vind aan de andere kant ook wel heel heftig. Vooral met deze look. Hij is heel klein. Mijn arm past er amper doorheen. Maar ik vind hem wel heel erg cute. En ik vind de kleur ook heel erg mooi. Ik zou zoiets echt combineren op gewoon een basic zwarte sweater. En als je dan een statement wil maken met je tasje, dan is dit echt de perfecte. Was het die 10 pond waard? Dat weet ik niet. Door naar het volgende item. Dan heb ik deze van Subdued en het is een flirt. Ik heb ook gelijk eventjes een trui op aangenomen die ik waarschijnlijk er ook weer aan zou doen. Qua lengte past die. Hij is misschien iets te groot. Ik vind het echt heel erg jammer dat hij niet high-waist is. Zoals je kan zien, hier is mijn navel. En ik hou echt van broeken die high-waist zijn. Ik vind dat gewoon een chill gevoel. Ik heb eigenlijk helemaal niet meer van dit soort broeken die zeg maar low-waist of mid-waist zijn. Maar verder is hij wel heel erg mooi. En hij zit ook heel erg lekker. Het is echt een beetje zo'n leggingstof. Ik weet gewoon niet zo goed wat ik erop zou doen. Dus ik kon eigenlijk alleen dit bedenken. En dat is zo'n lekkere, cozy, grote witte trui. Het tasje is zo moeilijk, want kijk, deze mouwen zijn natuurlijk best wel groot. Dus je krijgt een soort van ding hier. En deze broek was 15 euro. Hij zit ook echt heel erg lekker. Omdat hij toch een beetje op de grond sleept, zou ik mijn Dr. Martens aandoen. Omdat ik dan toch even een plateautje zeg maar eronder heb. We zijn klaar voor het volgende item. Het is een oversized t-shirt met een zon en een maan. En volgens mij designt dit meisje het zelf. Dat vind ik wel heel erg cool. En het lijkt wel of dit met stift erop is geschreven. Dat vind ik gewoon echt minder. Ik ben heel erg benieuwd hoe deze staat. Ik ga hem gewoon eventjes op deze broek doen. Ik vind het design wel echt heel erg leuk. Ik vind het zo jammer van dat groene met stift. En ik zou deze gewoon in mijn broek doen. Of bijvoorbeeld een knoopje zo maken. Ik vind het ook wel heel erg leuk op deze broek staan. Dan zou ik bijvoorbeeld zo'n gouden ketting erop doen. Dat het nog iets extra's is. Het is natuurlijk gewoon een wit t-shirt. Het volgende item is ook een beetje een basic
iets. En dat is namelijk deze witte joggingbroek. Deze is van Chiquelle. Deze joggingbroek was 7 euro. Ik ben blij dat deze past. Soms heb je joggingbroeken die dan hier volgens een beetje camel toe geven. En ik heb heel erg vaak dat het te lang is. En deze past eigenlijk gewoon perfect voor maar 7 euro. Ik ben hier echt heel erg blij mee. En hij zit ook heel erg comfortabel. Ja, deze zit wel heel erg goed. Leuk! Het laatste item is deze fluffy iets Frans bucket hat. Ik denk, als ik het zo zie, dat die... Want als ik hier zo met mijn handen in doe, hij is volgens mij echt te klein. Oké. Ik ga stuk. Nou, hij past op mijn hoofd. Hij voelt wel heel strak aan. Wat vinden we van deze lichtroze fluffy bucket hat? Het is wel cute. Het is wel een lookje. Hij lijkt wit, maar hij is wel echt roze. Ik moet hier aan wennen. Ik vind hem best wel strak. Ik ben altijd gewend dat van die bucket hats een beetje meer zo lopen. Maar het is best wel cute. Deze is van de Urban Outfitters, staat er. En hij was 12 pond. En ik zou dit stylen met, ik denk een hele zwarte outfit of zo. Dat dit echt eruit springt. Hij is wel een beetje strak op mijn hoofd. Maar ja, dan waait hij tenminste niet van je hoofd af in de winter. Goed. Ik ben heel erg benieuwd wat jouw favoriete item was van deze Depop Thrift Haul. Ik zal het linkje voor mijn account van Depop hieronder in de beschrijving zetten. Dus check dat even, volg het even. Ik hoop wel dat je het leuk vond. En ik zie jullie weer zondag met een nieuwe Rose Diaries. Dus tot dan.